Hallo, dames en heren, Koenen van DPNL met vandaag een nieuwe video voor jullie. En vandaag gaan we proberen om ons te laten kwalificeren voor de Weekend League. Die er nu nog niet is, maar die pas over anderhalve week komt of zo. In ieder geval, we gaan eerst een teampje in elkaar zetten. En hopelijk gaan we dan daaruit. Gaan we gewoon een beetje, even zo'n toernooitje winnen zodat we mee mogen doen. In ieder geval, laten we eerst maar even een team gaan maken. Ik heb nog geen idee wat ik ga doen. In ieder geval, goede spelers die ik heb zijn Vidal. Dus die moeten er sowieso in. We hebben natuurlijk ook Sanchez. Oh, dit past er dan perfect in, natuurlijk, Coman. Maar ik wil heel graag ook Vardy erin. Oké, dit gaat niet goed zo. Er gaat ergens iets fout. Ja, Drinkwater. Dat is perfect. Die hebben die allebei volle chemistry. Mensen, ik ga even uitvogelen en dan kom ik straks weer terug. Oké, mensen, mijn team is af. Laten we nu maar gaan. De Weekend League. Jullie gaan mijn team zo zien. Het is echt een beast team. Oh, mee aan de Weekend League. Als je wint, zilver speelpakket en 1000 munten. Niet heel erg goed. Maar we moeten het in ieder geval halen zodat ik in ieder geval met die Weekend League mee mag doen. En dan heb ik dat in ieder geval gehad. Ik moet nog even mijn bankje opvullen met spelers. Dit is mijn team. We spelen met Coman, Vardy, Dyer op rechts buiten, Drinkwater, hebben we hier dus Vidal, ik zei, en Sanchez op CVM, fucking goede stats heeft hij, heb ik ook gepakt, en op verdediging hebben we Baba, Bruma, Toprak, en deze man die niet zo goed is, die nu ook geen volle chemistry had, zie ik. Maar maakt niet heel veel uit, dan kunnen we nog een coach toevoegen, een Bundesliga coachje, op naar het eerste potje, let's go, ik ben heel benieuwd, let's go. Ik ben zo benieuwd hoe dit team ook speelt, gewoon het algemeen. Ik heb gehoord dat Vardy een ongelofelijke biezen is, laten we hopen dat het echt zo is, dat zou echt heel fijn zijn. Hij heeft een lesser shirt, ik heb, ik weet niet wat shirt ik heb, maar in ieder geval, let's go. Wat is zijn team? Zijn team is een zilver, dit is heel zielig, het spijt me, Ibrahim Salim, grandpapa. Oh, dit wordt echt pijnlijk, oké. Vardy met de bal is op, kom aan, tik die bal er maar langs, lekker. Lekker. Hop, even inhouden. Doorgeven Vardy. Vardy terug op Vidal. Vidal. 1-0. Hoppakee. Heerlijk doelpunt. Lekker. Blij mee. 1-0'tje. Vidal. Ja, je kan ook gelijk al lieven. Balletje op Vardy. Vardy, die rent er wel langs. Vardy is namelijk echt heel erg snel. Vardy. Oh, jammer. Had mogen hangen. Vardy is wel echt fucking snel. Maar ja, dat is ook logisch. Ja, daar gaat hij. Dyer. Oh nee, Coman. Coman. Ik weet niet welke voet Coman is. Maar hij schuift hem heerlijk binnen met zijn rechterbeen. 2-0 na 11 minuten. Lekker. Hou ik van. Geniet ik van. En daar gaat hij. Potje 1 in toernooi. Gewonnen. Ik ben wel heel stoer dat hij ging lieven. Voor mij gaat hij helemaal niet lieven. Hij gaat niet lieven. Hij lieft niet. Hij lieft niet. Oh mijn god. Heerlijk. Vardy. 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 Oh, wat een paasje. Oh, wat zonde. Coman. Dat was echt een heerlijk goaltje geweest. Dat vieze staartje van die Coman, daar moet ik wel echt van kotsen. Ik heb ook gehoord, ik heb het zelf niet getest, maar ik heb gehoord dat Karsdorp een staartje heeft op dit spel. Zo'n man bun. Ik weet niet wat ik daarvan moet denken. Maar op zich wel Fatu, op Dyer. Nou, die kan niet veel, maar wel hard rennen. Juju! Vidal! Ja, wat een geweldig kopbal. Vidal is echt fucking goed. Wat een legend, die Vidal. Wat een heerlijk kopballetje. Zo'n onderkantje lat, genieten wij van. 3-0. Lief nou. Ik weet nog steeds niet of Coman links of rechts is. Op zich is dat wel handig te weten, maar... Oh, wat goor. Oh, lekker. 4-0, let's go. Ik zou in ieder geval om deze gast niet lief. Met 4-0, man. Wat wil je dan nog bereiken? Oh, Sanchez. Dat zou ook even laten zien. Zo, schot op het latje is zonde. Was een heerlijk schot. Tussen. Vardy, lekker. Nou, dat is 5-0. Hoppakee. Ja, dank u. Lief nou gewoon, jongen. Je wordt helemaal kapot gemaakt. Kijk, het is rust. 5-0. Wat moet ik hierover zeggen? Door naar 2-0. Nee. Oh, het staat nog 5-1 ook. Ja, ik ben niet meer echt serieus aan het spelen. Ik ben meer gewoon dat ik even wil dat deze wedstrijd klaar is. 5-1. Dat is jammer. Oké, het is afgelopen. Op naar het volgende potje. Dit gaat nu allemaal. We gaan het even allemaal heel snel doen. Want voor de video veel te lang. Ik ga gewoon alle vier die potjes in één video doen. Als het kan. Ja, duimpie. Hij heeft Lane Suarez. Dat vind ik echt zo gay. Lane spelers. Oké, maar die verdediging zou ik wel kapot moeten kunnen spelen. Het team is niet zo heel goed. Maar ja, Lane Suarez is waarschijnlijk wel echt fucking goed. Oké, let's do this. Ja, goede voorzet. Oh, kutzooi. Oké, Drinkwater. Drinkwater. Oh, ja, 1-0. Heerlijk longshot. Let's go. Heerlijk. Ja, geweldig gedaan. Perfect. Kan niet beter. Drinkwater. Heerlijk longshot. Jij raakt voor mij nog net een klein beetje met je buitenkant. Keeper kan er niet bij. Silas kon er niet bij. Lekker. Ik vind die Sanchez heerlijk spelen. Ik vind het team sowieso wel lekker spelen. Maar ik heb natuurlijk nog niet echt heel erg tegenstand gehad. Sanchez. Zo, dat is bijna 2-0 zelfs. Dit is helemaal blij. Ik heb nog steeds geen nieuwe corners werken, maar ze zijn best wel OP als je het een beetje kan. Maar ja, dat is dus een nadeel. Ik kan het nog niet echt, want ik snap niet echt hoe het werkt. Oh, zo kut dit. Ja, de Suarez gaat dat niet missen. Oh, geweldige sliding. Ik weet niet wie het was. Voor mij, Toprak. Geweldig gedaan. Dank u. Oké, let's go. Dyer. Kom op. Boom. Vardy 2-0. Let's go. Dit team speelt echt lekker. Maar ja, deze gast heeft natuurlijk ook niet een heel goed team. Maar ik ben echt goed. Dat wel. Ja, dat wil ik even duidelijk maken. Wat een heerlijke aanval weer dit. Dit is echt geweldig gedaan. Hop, tikkie. En dan hop, geweldig afgemaakt. In de korte hoek. Zit als een kansloos. 2-0. Duimpje FC. Het was gezellig. Of liet hij nou ook al niet? Oké, hij heeft twee spelers gewisseld. Nou, nu moet ik bang zijn. Hij heeft Al-Sharawi erin gebracht. Oh jeetje. Eigenlijk moet je gewoon een regel in kunnen stellen dat Jantje gewoon automatisch lief is. Dat je dan gewoon geen kans moet terugkomen. Dat is gewoon automatisch lief. Oh, lekker. Goed ertussen. Hop en door. Hop en door. Hop en door. En door. Ja. En dan moet het 3-0 zijn. Dat is het 3-0. Let's go, Vardy. Ik ben echt goed. Lekker.
Wordt het de 4-0? Oh, goede rem van Sillissen. Jammer. Oké, 4-0 voor bij rust. Of 3-0. Wat is het? 3? 4-0? 3-0. Prima. Get sacked. Ja, homo. En dan redt hij hem terug. En dan is het... Geen 4-0. Nee, die bal gaat er niet in. Jammer. Ben je gezichtsbedrog is het, hè? Met deze camera van 4-17. Je weet soms niet wanneer de bal erin gaat en niet. Oké, komt ie. Vidalke. Boom! Nou ja, doellijn technologie, waar ben je? Dat was 100% over de line. Oh, ik word er neergehaald. Oh, zo. Gaan we nou even mooi doen. Je staat 3-0 achter hoor, kneus. Nee, oh, wat doen ze nou? Oh, kut, sorry, je wordt echt gerekt. Maar hij schiet hem op de lat. Prima. Meenemen. Niet ontevreden mee. Oh, en uitstekend voor je man gekomen, Vardy. Oké, Vidalletje, mensen. Ik ga even wat leuks laten zien. Ik ga proberen deze bal met buitenkant recht schieten. Al is Vidal nog niet echt een speler die daar natuurlijk onbekend staat. Dat hij daar goed in is. Maar laten we het gewoon proberen. Oké, kom op. Vidal, pak hem met je buitenkantje rechts. Nee, helaas. Oh, zo. Wel een fucking goede vrije trap. Maar hij was niet buitenkantje rechts. Dat is wel jammer. Voor mij moet je daar... Ik weet niet of elke speler dat kan. Ik heb het gevoel van niet. Ik heb het gevoel dat je daar een speciale creator voor moet hebben. Maar weet ik niet 100% zeker. Dat durf ik dus niet met zekerheid te zeggen. Maar sommige spelers zijn maar de spelen een beetje flair. Ik weet niet of flair moet hebben. Per zoals Bill en Willian en zo kunt fucking goed. Oké, let's go. Prima. Op naar de halve finale. Trouwens, nu ik er zo over nadenk. Chemistry Styles zijn echt fucking goed dit jaar. Echt, je moet dit jaar Chemistry Styles gebruiken. Ik heb één jager, die is waarschijnlijk fucking duur. Want Chemistry Styles hebben echt ziek veel zin dit jaar. Je krijgt echt 12 P's erbij of zo. Echt fucking idioot. Oh nee. Oké, even opgaan letten. Koen, dit kan wel eens een lastig potje gaan worden. Oké, lekker. Kom op. Daar gaan. Gaan, Mindfoint. Boom! Oh, Drinkwater was heerlijk geweest. Is die al even wat binnengekopt? Helaas. Sanchez, zit ernaast. Zit er ook naast. Dat is een geel kaartje. Ja, dat is een geel kaartje, ja. Die corners zijn zo gevaarlijk. Corners zijn zo OP. Oh, corners zijn zo OP weer. Dat is zo balen. Maar ik weet zeker dat het gepatcht gaat worden aan het begin van de game. Maar ja, ik bedoel, zeg maar, als de game 1 eruit is, is er altijd zo'n day 1 patch. Waar ze alle bugs uit, alle dingen wat OP zijn. Oké, daar gaat 100% zeker gepatcht worden. Maar ja, nu is hij er nog niet. Boom! Oh, Vardy. Vidal. Boom! Oh, kom man. Rust. Baba! Oh, kutzooi. Ik heb al kansen. Oh, komt hij heel goed weg deze gast. Door op Vardy. En Vardy, die is snel. Vardy, die is snel. Leg hem terug. Wow, what the fuck? Het was een driehoekje bal. Alleen die gaat dan tyfus hoog. Zo, Drinkwater met een heerlijk ding. En springen. Ah, jongen. Met driehoekje kun je blijkbaar ook voorzitten nu zo. Begrijp ik geen reet van. Kom man. Kingsley, kom man. Yes, let's go. Hoppakee, 1-0. Heerlijk goal in de halve finale. Wat ben ik toch soms ook een ongelooflijk beast. Zien jullie dit? Dit is echt pure klasse. Oh, een heerlijk doelpunt. Lekker, kom man. Heerlijk. Goeie speler. Sowieso fucking goed team dit. Ben er echt fucking blij mee. Hoe vaak kan je fucking zeggen in één zin? Nou, best vaak. Nee. Oh mijn god, nee. Nee, alsjeblieft geen kaart. Nee. Oké, beter. Geen kaart. Dank u. Hij schiet de bal op de paal als vrij trap. Kom ik best goed weg. Lekker, goed gedaan. Ben ik blij mee. Ja, goed. En dan terug. Lekker. En dan op Koeman. Koeman met z'n tweede. Koeman. Met z'n tweede. Koeman met z'n tweede. Let's go. Ik ga het gewoon doen. Let's go. Ik ga hem sowieso winnen. Ik wil dat weekend ticket. Ik ga hem gewoon lukken. Ik voel het. Lekker. Heerlijk. 2-0. Twee keer Koeman. Geweldig. Duimpje FC neemt de wereld over, gat. Gaan, Koeman. Gaan. Je zult tegen Olsen. Nou, die is echt zo traag als dikke stront. Nou, maar jij wel bijna out of pace. Dat is wel jammer. Maar maakt niet uit. Red penalty. Dank u. Geweldig gedaan. Hij loopt gewoon langs de keeper. De keeper haalt hem neer. Ja, dat is penalty. Dit wordt mijn eerste penalty die ik ga nemen in de echte game. Hij zal denk ik niet veel anders zijn in de oefen. Lekker gedaan. Echt, Coman. Geweldig. Ja, hij mag hem ook gewoon zelf nemen. Comanetje. Of heeft hij echt hele slechte penalties? 70. Ja, zo heel slecht. Oké, Vidalletje. Wacht even. We gaan het even leuk doen. Ik wil hem even hard binnenschieten. Oh, kut, misschien naast. Ik wou buitenkantje rechts in de kruising. Maar ik weet nog niet echt hoe ik de bal omhoog moet krijgen. Dat is wel jammer. Maar, jammer. Dit is kut. Oké, we staan 2-0 voor bij rust. We gaan dit wel winnen weer. Let's go, ga ik naar de finale. Blij mee. Oké, kom op. Vidal, goede bal. Voorzetje. Prima. Vidal. Oh, wat lekker geweest. Sanchez aannemen. Sanchez knal. Oeh, ja, dat is jammer. Jungen. Goed gedaan, jongen. Lachen. Oh, geweldig. Vidal. 3-0. Jantje. Koekoek. Lekker. Nee, dat is rood. Kut. Nee, Bruma. Oh, dat is zo dom. Oh, moet ik in de finale zonder mijn geliefde Brumaatje spelen? Oh, ik overleef het niet. Nee, hou hem tegen. Ik wil geen tegengoal. Kijk, weer rood. Oeh, heb ik heel veel geluk dat hij hem scoort. Dan zou ik rood gehad. Prima. Niks meer mee. Let's go. Op naar de finale. Hij heeft natuurlijk rood. Mijn geliefde Bruma. Die moet er dus uit. Helaas. Daarvoor. Nu wordt het daardoor verneukt. Dan ben ik niet heel blij. Nou, Heuvedes dus proberen te halen, jongens. Het zou lekker zijn. Het zou een goede toevoeging aan het team zijn, denk ik. Oké, mensen. Duimpje C is er klaar voor met Heuvedes. Als we deze wisselen, hebben ze allemaal 10 cam. Ja, ik heb ze. Duimpje. Oké, let's go. Oh, hij heeft allemaal cams op zijn spelers. Oh, dat kan wel. Hij heeft Pogba. Pogba is echt 300k of zo. What the fuck? Je moet die wel gepakt hebben. Holy shit. Fucking nice, hé. Gewoon fucking Pogba. RIP DMPNL. Let's go, finaletje. Kan lastig worden, maar we gaan ervoor.
Oh, ik dacht dat mijn rechtsback doorliep. Was niet het geval. Dat is jammer. Die Coutinho is ook gewoon fucking duur, hè. Deze gast heeft echt een duur team. Ik weet niet of we het gekocht hebben of dat hij... Hij heeft sowieso packs geopend. Want ja, echt coins kopen kan je nog niet. Of hij kan fucking goed traden. Maar dat kan ik me niet voorstellen. Partietje door Drinkwater. Ah, oh, zit er net tussen. Zonde. Of Vidal of Drinkwater. No, dan kiepen we dat hem los. Maar net niet genoeg om te krijgen. Hop, wint hij hem. Wie is Pogba? Oh, ah. Nee. Die is sneller dan mijn man. Oh, nee. Nee, hang tegen. Oh, de lat. Komt goed weg. Keeper. Wel een corner. Dat is in 50% van de gevallen een goal. Dus dat is wel kut. Wegkoppen. Nee. Oké, prima. Nee. Zo, kom ik heel goed weg daar. Goeie redding, Benaglio. Lekker. Fucking hoog corner. Nee. Kut. Nou, niet heel onterecht. Het is gewoon een hele spannende wedstrijd. Maar hoe die hem weer krijgt, jongen. Uit zo'n corner die dan teruggekopt wordt. En word ik niet goed van. Baal ik van. 63 minuten. Ja, gaat heel lastig om weer terug te komen. Maar ik ga het proberen. Oh, dit is... Nee, man. Dan moet ik heel die weekend league opnieuw spelen. Kom op, schiet binnen. Hoe nou kan je dat missen? Maar niet te lang stilstaan. Oh, man. Dat was zo'n mega kans. Nee, je moest niet op hem. Het staat er veel te vol. En hij alleen maar counteren. Ja, dat is ook niet heel gek natuurlijk nu. Door. Oh! Word ik niet vrolijk van die kutfinale. Kom op. Nee. Kutspel. Nee, dat is niet waar. Ik vind het eigenlijk best leuk. Moet ik het weer opnieuw gaan spelen? Nou, dat zien jullie misschien later nog een keer. Maar misschien ga ik het gewoon voor mezelf proberen te spelen. Ja, hij heeft wel meer schoten. Maar ja, aan het eind krijg je natuurlijk fucking veel schoten. Omdat ik alles op alles speel. Oké, ik ben uitgeschakeld. Ik ben er nu ook wel even klaar mee. Mensen, ik hoop dat jullie het leuk vonden. Laat alsjeblieft een like achter. Ik heb echt mijn best gedaan. Oh, zo'n kutcorner. Ja. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Ik zet like weer een rap in. Vond ik deze. Doei. Later.